En ze proberen dan nu een beetje actueel probleem naar voren te brengen, maar de manier waarop, dat kun je hier aan tekenen. Ik heb daar mijn mening over, maar ik ben er gewoon naar jullie mee. Tot nu toe hoor ik al 2 keer dat ze zeggen, net of dat kan net niet. Is er iemand anders die daarover iets zou willen zeggen? Ja, Jeroen? Was je uitgestoken? Voor mij is de spotpunt niet helemaal helder. Maar dus ik vraag me af, klopt het naar mijn indruk dat er een grap gemaakt wordt van de situatie die door de overheid is gecreëerd in plaats van een grap van hem? Door wie wordt hier eigenlijk voor schut gezet? Eigenlijk zijn het de Europese overheden die hiermee voor schut gezet worden. Want aan de ene kant staat er wees welkom. En dat van McDonald's, want dat is eigenlijk Ronald McDonald, moet dat voorstellen. 2 menu's halen, 1 betalen. Dus wees welkom, maak je uit met hoeveel jullie komen. Maar de realiteit is dus dat je aan je lot overgelaten wordt. Als vluchteling zijn. Dus dat is eigenlijk de boodschap erachter. Wel een krachtige boodschap. Alleen struikelt men er wel over dat de beeldenis van het jongetje is gebruikt. Omdat het best wel confronterend is voor velen. Voor een vluchteling die dit zou zien, dan denkt hij niet aan de boodschap, hij denkt van wacht eens even, daar ligt de vluchteling die verdronken is. Dus vandaar dat het dubieus is. Terwijl de boodschap wel krachtig is. Want zo is het wel. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Ja. Ik heb jou nog niet gehoord. De naam, hoe heet je ook alweer? Aangenaam. Wat ik ervan vind? Het is dubieus, inderdaad. Maar het boete gebruiken waarvan je weet dat het veel mensen kan raken, is onverantwoord en hoort eigenlijk niet te gebeuren. Dus het kan. Het kan zeker. Ik kan niet zeggen dat het niet mag. Maar dat het verantwoordelijk is, verantwoord, nee, absoluut niet. Oké. Dus je vindt toch wel dat het kwetsende de boodschap overheerst? Feitelijk, het mag, moreel niet. Oké, duidelijk. We gaan naar de volgende. Oh, sorry. Nee, Omar. Ja. Ja, maar ergens is het ook hypocriet. Want al die mensen die foto hebben gezien op de AD en weet ik veel waar, weet je, die hadden hiervoor geen mening. En nu ze die foto hebben gezien wat verschrikkelijk was, dan is dit ineens not done. Weet je, terwijl ze daarvoor absoluut geen mening hadden en kon er helemaal niet spelen. En als je dan iets aangrijpend ziet, dan komt emotie meespelen en dan vier je ineens naar dan. Ja, het gaat voor mij vol. Ja, ik vind het ook een beetje hypocriet van de mens, zeg maar. Maar ik vind dat het wel moet kunnen, want het is een boodschap die gegeven wordt. En ook al is het misschien schokkend, de foto op de AD was ook schokkend om het kindje te zien. Op het journaal was het ook schokkend om te zien, dus ik vind dat dit ergens wel kan. Dus bij jou heerst eigenlijk de boodschap is sterker dan de beeldenis? Wel, ja. En het moet ook niet genereerd worden. Ja. En dat je dit met een soort van spot doet, gezien deze boodschap, vind ik dat het wel moet kunnen. Maar dat is mijn mening. Ja. Ik had nog wel een vraag, hè? Want je zei van dat mensen, je vindt het hypocriet. Dat mensen een mening vormen als ze dus dingen zien in de krant. Maar denk je dat dat komt omdat ze pas op het moment dat ze het zien zich daarmee gaan bezighouden? Denk het niet, want ik denk dat ze een week later niet meer horen. Ja. En het zal niet iedereen zijn, maar wel het gros denk ik. Want nu is er ineens aandacht voor en dat is met alles. Dat zijn aardbevingen, dan heb je ineens een Giro 555 en een paar maandjes later hoor je het niet meer over. Maar het leek dus nog. Ja. En dit is niet nieuw. Dit loopt al veel langer. Ja. Dus ja, dat betreft, mensen te zien te doen. Dat is trouwens wel een goede boodschap die jij zegt. Hè? Dit is niet nieuw, het is nu actueel. Maar het is niet nieuw. Dus dat vind ik een sterke, dankjewel. Deze is echt best wel vers. Dit is Ahmed, 14 jaar, scholier. Hij is een beetje een professortje. Heeft een zelfgemaakte klok. Wilde die meenemen naar school, wilde die aan zijn leraar laten zien. Nou, zijn juffrouw zag het en die dacht dat hij een bom bij zich had. Nou, deze jongen is toen ook meegenomen. Obama. Uiteindelijk is hij wel weer vrijgelaten, maar er gaat wel een aanklacht tegen hem ingediend worden. Omdat hij in het bezit was van een nepbom. Die aanklacht
is dus lopende. Ahmed van 14. Wat heeft Ahmed verkeerd gedaan? Creativiteit moet beloond worden, gesteund worden. En niet om de verkeerde voorwijs wil ook gewoon aangepakt worden met verkeerde gedachten in je hoofd. Dus dat hebben we opgepakt omdat ze dachten dat het netboom was. En daarna nog steeds de aanklacht inhouden. Ik bedoel, kom op, hij is 14. Hij heeft geen slechte bedoeling mee. Je zaagt je fout ook in. En toch moet je kop blijven om te blijven, ja, nog steeds die stempel te geven dat hij netboom heeft gemaakt. Dat staat nergens op. Dus ik kan de logica van de andere kant van de aanklagers niet inzien. Heeft iemand ook foto's gezien van de bom? Ja. Dat was wel een heel creatief iets. Ja, dat was wel... Wat bij mij ook niet specifiek direct leek op een klok. Maar hij wel hierin echt in alle gevallen het nadeel van de twijfel had. Ja. Dat zonder meer. Ah, het leek eerder op, niet op klok, maar nu een bom. En leek van iets wat je wel bij science verwacht, bij het vak tenminste. Het was wel van het science vak en ja. Hij wilde eigenlijk trots laten zien ja. Aan zijn... Dus ja, voor mij leek het gewoon iets wat kan gewoon. Zijn er andere meningen toegedaan? Ik vraag me af, als het geen Ahmed was geweest, maar Donald, of er ook zo gereageerd zou worden. Dat is wel iets om bij stil te staan. Stel je voor het was geen Ahmed, dat was Donald. Originele naam trouwens, dankjewel. Dat was Donald, was dan hetzelfde gebeurd? Als Donald met zijn zelfgemaakte klok naar zijn science teacher was gelopen om te kijken van hey, kijk eens wat ik heb verzonnen, kijk eens wat ik heb ontwikkeld. Ik denk ook dat dit te maken heeft met in het verlengde zijn van de aanslagen in Amerika, dat het plotseling weer actueel is en mensen heel alert gaan rondkijken van wie wat doet. Zijn jullie daarmee eens? Wat zou er gebeuren als het Donald was? Ik kan de microfoon pakken. Ja. Volgens mij is het hetzelfde. Ja, zou die dan ook... Dat zou mij wel geruststellen in ieder geval, als het hetzelfde zou zijn. Als Donald ook gewoon opgepakt zou worden, zou ik het in ieder geval vinden dat we op gelijke voet met elkaar omgaan worden. Dames, willen jullie hierop reageren? Ja, ik weet niet hoe het zit in Amerika. Misschien dat zij meer letten op afkomsten. Maar ik las wel vorige week in het nieuws dat er een kindje was van ongeveer 13 jaar die met een laserpen een helikopter had bestraald. En die was wel opgepakt. Voor een nachtje. En nou weet ik natuurlijk niet hoe dat kindje heet, of dat Nederlands is, of allochtoon of autochtoon. Maar het wordt hier ook wel gedaan. Zonder te kijken naar afkomst. Oké. Nou, dat zijn dingen die geruststellend zouden moeten zijn. Weet je, dat er gewoon gekeken wordt van wat is de actualiteit. En niet naar degene die het doet, de afkomst in ieder geval. Ja. De daad moet voorop staan. Ja, Omar. Dat werkt wel twee kanten op, hè, dat je kijkt naar afkomst. Ik zelf ben als moslim opgevoed, ik ben Pakistaans. Maar daar gebeurt het ook, wordt ook met twee ogen gekeken. Dus weet je, in hoeverre ga je nou vergelijken van ja, ik vraag me af of die Donald had gegeten. No offense, je hebt wel gelijk. Maar het gebeurt overal. Het gebeurt in het Westen, in het Westen, het gebeurt in moslimlanden, het gebeurt overal, weet je. Dat is ook niet iets wat nieuw is. Nee. In dit geval, die gast moet gewoon een schorsie krijgen. Heeft wel wat teweeg gebracht, want een bom wordt waarschijnlijk de school ontruimd, weet ik het allemaal. Dus een gepaste straf zou oké zijn, want het is gewoon dom van die gast. Die domheid, geen opzet. Dus een straf moet hij krijgen, maar niks strafrechtelijks of whatever. Ja, als je 14 jaar minderjarig, dus wat gaan ze doen? Media aandacht, waarschijnlijk. Dat niet meer dan dat. Ja, hij is wel uitgenodigd in het Witte Huis. Voor wat? Bij Obama. Dus hij wordt beloond. Wat zeg je? Dus hij wordt ergens beloond. Hij wordt wel op dat niveau ook geluisterd naar zijn verhaal. Omdat best een krom, maar dan zie je dat het toch weer een media spektakel. Ja, ja, ja. Vaak spektakel. Dat wordt teweeg gebracht. Dat balletje gaat rollen, hè? Ja, dus... Ja, dan kom ik weer op
terug op het woord hypocriet, weet je. En dat is het in principe ook in dit geval. Want ergens doet hij iets fout. Hij wordt gestraft, maar tegelijkertijd ook beloond. Dus Witthuis maakt daardoor ook een soort van statement dat het nergens over gaat. Lijkt mij, anders word je niet uitgenodigd. Ja, de reden waarom hij uitgenodigd is, dat is niet in de media terechtgekomen. Maar wel het feit, op social media gaat het wel rond van Obama die wil hem graag spreken. Nou, dat sowieso. Jij wilt reageren? Ja. Nee, want ik ben het er niet mee eens zeg maar, dat het domheid is. Ik ben eerder van mening dat het gewoon heel creatief is van hem. En ik vind het gewoon heel raar creativiteit die bloot kan worden. Ik bedoel, wie van 14 maakt er nou zelf een klok? Ik zou persoonlijk niet weten hoe dat zou moeten. Dus ik heb daar best wel respect voor. En nu vind ik wel dat het hem een beetje afschrikt om zelf zulke dingen te gaan doen verder. Van laat me verder wat dingen gaan onderzoeken. Ik denk dat het hem daar nu wel in belemmert. Om zelf nu zeg maar zijn creativiteit, om er iets mee te doen. Dus stel je voor, hij heeft een nieuwe uitvinding, dan gaat hij niet zo snel meer naar zijn science teacher. Nee, ik denk ook, nou, misschien zelf thuis niet eens meer echt wel doen, omdat hij bang is dat hij in de gaten wordt gehouden. Of dat... Ik denk dat het, ja, voor hem wel oké, okay, maar dan op een negatieve manier. Ja, dus dat het een belemmert in zijn creativiteit. Ja, precies. Nou, zo zie je maar. Er zijn geen honderden mensen hier zo, maar de meningen zijn hier al divers. Dus kun je nagaan hoe het speelt binnen de maatschappij als onderwerpen besproken worden. We gaan naar de volgende stemming. Tweede onderdeel, etnisch profilering. Waar komt het eigenlijk op neer dat burgers door agenten aangehouden worden op basis van hoe ze eruit zien? Dus niet zozeer op basis van